Goedemiddag Patrick, het gaat goed met de economie. Iedereen is blij, je hoort het overal. De huizenmarkt explodeert, er komen banen bij, de files worden langer. De bubbel is weer terug. Dirk Scheringa schijnt zelfs alweer te overwegen een bank op te richten. Je hoeft immers maar 0,2% spaarrente te bieden en je zit al op het dubbele van al je concurrenten. Maar in dit economische wiwa wonderland gaat één ding mis, meldde het UWV gisteren. We komen vakmensen tekort. Vooral in de bouw en de zorg ontbreekt het aan mensen als timmermannen, metselaars, loodgieters, installatiemonteurs en verpleegkundigen. Het is één van mijn nachtmerries die werkelijkheid wordt. Dat durf ik hier wel te zeggen. Ik hoor al mijn hele leven dat onderwijs de toekomst heeft en dat iedereen zo hoog mogelijk moet worden opgeleid, dat we een kenniseconomie hebben. En ik dacht elke keer, prima, maar stel nou dat dat lukt. Stel nou dat iedereen gaat studeren en heel Nederland is kernfysicus. En op tv zijn er alleen nog programma's als Theoretisch Natuurkundige Zoekt Vrouw en O.O. Plato. Wie gaat er dan nog brood bakken en huizen bouwen en vuilnis ophalen? Ik zag in mijn meest angstige dromen een wereld vormen van superslimme mensen die in een afbrokkelend land een langzame hongerdood stierven. Wiskundige formules prevelend, terwijl de straatverlichting het lamp voor lamp begaf om te eindigen in een wijs, maar duister niets. En zover is het misschien nog net niet, maar we zijn al wel een aardig eind op weg. De stand van zaken in Nederland op dit moment: 2 miljoen communicatiewetenschappers en niemand die een kraan kan repareren. Het is onze eigen schuld. Ergens in de afgelopen decennia is het misverstand ontstaan dat meer diploma's betekent dat je ook meer kan. Dat dingen weten meer waard is dan dingen doen. Je salaris en je sociale status hangen daar ook volledig mee samen. Ik moest denken aan die posters in Rotterdam waarop moslima's staan te zoenen met Joodse mannen of met elkaar, om duidelijk te maken dat iedereen hier vrij is om zijn eigen partner te kiezen. Prachtig. Maar als het gaat om dit soort taboes, zou er ook een poster kunnen hangen van een student geneeskunde tongend met een stuk door. Dat zal in veel gevallen thuis ook tot problemen leiden. En ik moet eerlijk zijn, ik zou zelf ook een beetje bezorgd zijn als mijn dochter met een stucadoor thuis zou komen. Maar dat is vooral omdat ik geen woord Pools spreek. Misschien is het de tijdgeest. Dingen maken is natuurlijk niet hip. De grote succesverhalen van onze economie zijn juist bedrijven die helemaal niks maken. Dat zijn bedrijven die dingen doorgeven. Uber dat andermans auto uitleent. Of Airbnb dat andermans huizen verhuurt. Of Blendl dat andermans artikelen verkoopt. Slimme, hoogopgeleide jongens die tussen vraag en aanbod in zijn gesprongen. Dat zijn de helden van deze tijd. Dus het is niet zo gek dat jongeren liever een vage theoretische opleiding in iets met media doen dan dat ze muurtjes leren metselen. Want muurtjes metselen is niet cool. Wat dat betreft mogen we heel blij zijn dat Donald Trump president is. Die probeert in elk geval het metselen van muurtjes nog een klein beetje koffievier te maken. Het is natuurlijk prachtig dat we zoveel mensen hoog opleiden, maar er is nou eenmaal een grens aan het aantal managers dat een land kan hebben. Ik heb de precieze cijfers niet bij de hand, maar op dit moment zitten we volgens mij op ongeveer 17 managers per verpleegkundige, 26 accountmanagers per servicemonteur en 2 informateurs per kabinet, maar dat aantal loopt nog altijd hard op. We hebben een gigantische fetish voor opleidingsniveau en diploma's en certificaten. We drukken onze vooruitgang uit in CITO-scores, maar misschien moeten we daar een klein beetje vanaf, want straks wil niemand nog gewoon iets doen of iets maken. En bovendien, er bestaat ook zoiets als evolutie. En als we op deze manier doorgaan, eindigen we straks als homo universitalis, met hele grote hersens en 2 hele kleine, hulpeloze handjes. Oh, dankjewel.